In deze video wil ik gaan kijken naar gratis beleggen in 2019. Dit is al langer mogelijk bijvoorbeeld in Amerika of binnen de EU. Maar sinds kort is het ook mogelijk in Nederland om gratis te beleggen. Er zijn namelijk twee aanbieders die dit aanbieden. Eentje biedt het al aan, eentje heeft het aangekondigd dat het binnenkort beschikbaar komt. En in deze video wil ik even kort gaan kijken naar wie deze aanbieders zijn. Een paar hoogtepunten, misschien ook een paar negatieve punten noemen. Om te gaan kijken van, is het misschien iets wat interessant is? Zoals gezegd is dit een korte video. Later volgt nog een uitgebreide video over elk van deze twee aanbieders, als ik meer informatie heb. Maar dit is meer een introductie, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, abonneer je dan hieronder op het abonneeknopje zeg maar en je mist nooit meer een video. In deze video gaan we dus kijken naar gratis beleggen in 2019, want zoals gezegd, buiten Europa zijn er al langer aanbieders die dit aanbieden, ook trouwens binnen Europa. In Duitsland en Oostenrijk was er eentje heel groot. Nou, die komen ook inmiddels naar Nederland en dan kunnen wij misschien ook daarvan gebruik gaan maken. Nou kennen we natuurlijk al een beetje gratis beleggen in de vorm van de kernselectie van de Giro. Als je dan bepaalde indexfondsen of ETF's koopt uit die kernselectie, dan betaal je geen transactiekosten als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Maar in dit geval gaat het om meer producten, meer aandelen zelfs. Dus dat is misschien wel interessant om te gaan kijken. En zoals gezegd zijn er twee aanbieders. De eerste daarvan is Bucks. Die komen met een nieuwe app genaamd Stocks. Heel veel informatie hebben ze nog niet vrijgegeven. Ze hebben al wel een soort van marketingpagina en een blogpost op hun website geplaatst. Waar je een klein beetje meer informatie kunt vinden. Maar eigenlijk wat vooral daar opvalt is als je bij de eerste 100.000 zit. Eerste 100.000 klanten, dan maak je kans op een gratis aandeel. Want die delen dan aandelen gratis uit. Dus daarom is het misschien wel interessant om te gaan kijken om dit te gaan doen. Zoals je misschien al Bucks van tevoren kent. Alles gek via de telefoon, via een app. Toen deden ze nog via de gewone Bucks apps handelen in CFD's, dus eigenlijk niet echte aandelen en dat soort dingen. In dit geval gaat het dus wel op echte aandelen met echte bedragen, echte beleggingen. Maar er is nog niet al te veel informatie over bekend. Waarom ik het dan toch noem is dat aan de ene kant Bucks al populair is. Veel mensen zullen het van naam kennen, misschien zelfs wel ooit hebben gebruikt. En aan de andere kant lijkt het heel veel op Robinhood, wat in Amerika best wel populair is. Zeker omdat je daar dus ook gratis kunt aandelen kunt kopen, gratis kunt beleggen. En aangezien het daar heel erg populair is, zou het zomaar eens hier in Nederland of in Europa ook heel populair kunnen worden. En wil ik in ieder geval aangeven dat het binnenkort beschikbaar komt. Ben je nou geïnteresseerd in Bucks Stocks, dan zal ik een link onder deze video plaatsen. Dan kun je je eigen daar in ieder geval vast aanmelden voor wanneer ze officieel gaan starten, dat je dan mee kunt doen. Zoals gezegd, ze verloten 100.000 aandelen bij de eerste mensen. Dus je maakt altijd kans als je je eigen aanmeldt om een gratis aandeel van maximaal €100 te verdienen. Dus je kunt op die manier toch al iets winnen, zeg maar, als je meedoet. Er zijn natuurlijk al een paar voorwaarden aan verbonden, maar die zijn eigenlijk heel logisch. Je moet gewoon na 3 maanden minstens €1 te goed hebben bij Bucks en dat soort dingen. Dus het is misschien wel een interessante optie om vast aan te melden, om te gaan kijken of jij misschien in de toekomst er gebruik van gaat maken. Ook ik zal er in ieder geval gebruik van gaan maken en een uitgebreide video erover maken. Maar ja, dat kan pas wanneer de app beschikbaar komt. Zoals gezegd vind ik het redelijk op Robinhood lijken. Zeker omdat het via een app werkt en al die dingen. En daar doe ik aan het einde van de video nog een klein beetje een conclusie over trekken. Dus wil je meer informatie hoe ik daarover denk, kijk nog even door naar het einde van de video. Maar dan gaan we nou naar de tweede aanbieder die sinds kort ook in Nederland actief is. En deze aanbieder is FlatEx. Dit is een bedrijf wat zoals gezegd nu al actief is. Waar je nu al kunt inschrijven. Dat heb ik dan ook gedaan enkele weken geleden. Ik ben aan het kijken om een review te maken over dit bedrijf. Ik ben aan het kijken met €100. Wat kan ik kopen? Hoe gaat het? Ze zijn al best bekend binnen Europa. Zeker in Duitsland is het een heel erg grote aanbieder. En in Oostenrijk. En ze hebben al 275.000 klanten. Europese klanten. Dus het is wel zo dat ze ervaring mee hebben. Maar nog niet op de Nederlandse markt. In tegenstelling tot Bucks bieden zij meer mogelijkheden aan. Bijvoorbeeld dat je aan koopt of indexfondsen, kun je ook misschien opties of futures vaak gratis kopen. Een overzicht van hun tarieven vind je gewoon op de website van hun. Ik zal hem ook even laten zien hier. Dan zie je eigenlijk, maken ze ook weer een vergelijking met andere aanbieders, en zie je dat eigenlijk alles gratis is bij hun. Natuurlijk heeft ook FlatEx een verdienmodel nodig, want ze willen ook uiteindelijk ook geld verdienen. Nou, dat komt eigenlijk door twee manieren, geven ze aan. Ten eerste handelen ze rechtstreeks op TradeGate, dat is een Duitse beurs waar ze dus gratis in principe aandelen kunnen kopen en verkopen. En ten tweede geven ze aan dat ze een vergoeding ontvangen van partners voor elke transactie die ze doen. Ook dat heeft weer een beetje iets weg van Robinhood. En dat is daar in Amerika zoals gezegd erg populair. Ook al kun je daar gratis beleggen. En meestal als je dus iets gratis kunt doen,
bij jezelf het product en zul je op een andere manier dus toch betalen voor de diensten die zij leveren. Nou, meer daarover dus later in deze video. Maar mocht je nou geïnteresseerd zijn in FlatEx omdat je misschien meer dan aandelen wilt kopen of meer zelf onderzoek wilt doen, ook hiervan zal ik onder deze video een link plaatsen naar de website. Zoals gezegd, ik ben bezig met 100 euro daar om te gaan kijken hoe werkt het. En ik wil hier dan later, misschien over een maand, twee maanden, als ik wat meer ervaring heb, een video over maken. Dus die komt nog later. Maar in tegenstelling tot Bucks kun je bij FlatEx, omdat ze al actief zijn, meer informatie vinden over de diensten die ze doen. Zoals gezegd, ze geven aan dat eigenlijk alles gratis is. Maar als je gaat kijken, zijn er toch een paar kosten die ze in rekening kunnen brengen. Dat zijn eigenlijk heel logische kosten, want gaan we kijken in een van hun pdf-bestanden die op de website staan, dan zien we dat eigenlijk alles gratis is, behalve het rood staan. Want in principe leen je dan geld, dus dat is logisch. Ook transacties in vreemde valuta, omdat je natuurlijk dan eerst een valutawisseling moet doen waar kosten mee gemoeid zijn. En ten derde de kosten van derden. En je zult zien dat juist die kosten van derden niet gespecificeerd zijn. Dus ik weet niet precies hoeveel kosten het zijn of wanneer die optreden. Dit is iets wat ik dan ook in mijn video nog wil gaan behandelen. En ik hoop dat dit in de komende maand zeg maar duidelijk wordt voor mij als er nog eventueel kosten bij zitten. Waarschijnlijk is dit voor Nederland niet zo, zeker omdat ze pas net begonnen zijn. Maar bijvoorbeeld in Duitsland zie je ooit dat ze toch al kosten hebben gemaakt. En als ik hier Duitse video's van op YouTube kijk, zie ik dat het 0,4% per jaar is. En ik geloof op het geld dat je lange tijd laat staan waar je niks mee doet. Dus zolang het geïnvesteerd is, dan maakt het niet zo uit. Maar meer daarover komt dus in de volgende video. Wat is dan mijn eerste gedachte als ik deze twee aanbieders zie? Nou, ten eerste is het natuurlijk altijd goed als er concurrentie ergens komt, want uiteindelijk zal dat vaak voor consumenten de laagste prijzen opleveren. Je moet natuurlijk altijd kijken, ze willen toch altijd geld verdienen. Daar kijk ik dadelijk nog iets meer naar. Maar kijken vooral naar bijvoorbeeld Bucks, dan zul je zien dat het ze het aanbieden via een telefoon, via de app. Dus het is vooral gemakkelijk om dat te doen. En op deze manier denk ik ook dat ze een nieuwe doelgroep kunnen bereiken. Net zoals bij Peaks, waar ik toen een video over heb gemaakt met je wisselgeld. Ook dat gaat allemaal via de app. En dat is natuurlijk wel, ze richten zich eigenlijk op de jeugd. Als een nieuwe doelgroep, die wil alles via de telefoon doen. Het is dus heel erg gebruiksvriendelijk. Want ik zou ook willen dat bijvoorbeeld de Giro of Bink zijn app verbetert, iets makkelijker maakt. Maar ja, het werkt wel, maar het zou altijd beter kunnen. Ik denk dat juist dit soort bedrijven het laten zien dat het ook beter en makkelijker kan. Maar zoals gezegd bieden ze eigenlijk beide een service gratis aan. En Bucks geeft ook aan van we doen beleggen voor de normale gemiddelde mens, dat is gratis. Maar wil je meer opties doen, uitgebreidere functies gebruiken, dan zullen ze een vergoeding aanvragen. Maar voor de meeste mensen zal het gratis zijn. En bij FlatEx heb je ook heel veel opties die gratis zijn, behalve dus rood staan en dat soort dingen, vreemde valuta. Maar voor de meeste mensen zal het dus gratis zijn om van deze diensten gebruik te maken. Nou, hoe kunnen ze dan toch geld gaan verdienen? Daar komt weer een beetje Robinhood om de hoek kijken. Zoals gezegd is dat in Amerika misschien wel inmiddels de populairste broker eigenlijk, zeker onder de jeugd denk ik. Juist vanwege die telefoonapp en het gratis handelen. Maar als je gaat kijken, ook zij verdienen geld terwijl ze toch een gratis dienst eigenlijk aanbieden. En het lijkt dan ook een beetje op dat Bucks en FlatEx een beetje op dezezelfde manier gaan doen. Nou, hoe gebeurt dit dan? In het geval van Robinhood verwerken zij je transactie. En misschien doet de Giro het op verschillende beurzen, verschillende platformen. Alleen zij doen het bijvoorbeeld op één platform of met verschillende partners. Nou, zij kopen in principe een transactie op. En in het geval van Robinhood krijgen ze daar 2,6 cent per 100 euro aan transacties. Je zult dan zien dat deze informatie door een grote marktpartij wordt opgekocht. Ten eerste om de transactie uit te voeren, maar ten tweede willen ze natuurlijk ook informatie hebben. Misschien kunnen ze wel van heel veel transacties de gegevens combineren, zien waar het naartoe gaat. En ze kunnen vaak op die manier misschien zelfs wel een aandeel kopen tegen een lagere prijs en zien wat jij daarvoor wil betalen bijvoorbeeld. Of iets later aan jou betalen als de markt iets hoger staat. En op die manier maken ze vanuit dat gedeelte dus toch een winst. Ze zorgen dat ze op een andere manier geld verdienen. En dat is waarschijnlijk door de marge dat je toch iets meer voor je aandeel betaalt. En hoewel het dan dus leidt dat je eigenlijk gratis dingen kunt kopen, zul je zien dat misschien de koers net een paar cent of zo iets hoger is dan normaal. Misschien bij de Giro. En dat je eigenlijk dus toch geld betaalt, alleen op een andere manier. En als je kijkt naar Robinhood, terwijl ze gratis beleggen aanbieden, zul je zien dat meer dan de helft van de omzet via deze methodes eigenlijk wordt verdiend. Dus ze verkopen die transacties door en uiteindelijk zal daar krijgen hun een vergoeding voor. Maar degene die het uitvoert zal ook toch in de marktwaarde, in de koers toch iets verwerken, waardoor ze toch kunnen verdienen. En dus betaal je misschien niet een vast bedrag of een maandelijks bedrag, maar betaal je gewoon iets meer voor het aandeel dat je koopt. En zo zul je zien dat, net zoals bij Facebook, als je niet betaalt voor de dienst, dat je vaak zelf het product bent. Dus er wordt toch wel aan jou verdiend, linksom of rechtsom. Dat is natuurlijk de vraag van, ben je daar tevreden mee? Ga je daarmee akkoord? Het kan namelijk zo zijn dat
op deze manier dat jij misschien 5 of 10 cent voor een aandeel extra betaalt, maar dat het toch altijd minder is dan wanneer je het via een andere broker of bank zou kopen. En dat je bereid bent om op deze manier toch goedkoper aandelen te kopen. En zeker als je kijkt naar Bucks, die een gratis aandeel uitgeeft, dat is ook het geval bij Robinhood, daar zijn ze misschien ook al groot door geworden. Kun je dus zeggen van ja, misschien krijg ik wel een aandeel van $10 of $100, wat het maximum is bij Bucks. En op die manier ja, kan ik toch eraan verdienen. Misschien probeer ik het gewoon uit voor de korte termijn. Is het misschien iets voor de lange termijn of niet? Ja, dat kun je dus altijd gaan kijken. En dat is dus eigenlijk ook wat ik van plan ben. Ik wil je puur informeren dat de diensten er zijn. Een beetje kort informatie gegeven over hoe ik er denk, wat ik tot nu toe te weten ben gekomen. Maar zoals gezegd wil ik er langer gebruik van maken voordat ik er een uitgebreide video over maak. Maar ik wil er niet nog maanden wachten om jullie te vertellen dat deze diensten er zijn. Zeker in het geval van Bucks, omdat je dus een gratis aandeel zou krijgen. Nogmaals, wil je zelf meer onderzoek? Wil je meer gaan kijken? Wil je misschien aanmelden? De links naar deze aanbieders vind je onder deze video. En dan wil ik hiermee deze video afsluiten. Vond je nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je wat minder? Geef even een duimpje omlaag. Laat ook weten wat je goed of minder goed vond. Dan neem ik dat mee in de volgende video. Als je nog vragen hebt of opmerkingen of dat soort dingen, kun je ook onder deze video achterlaten. Of je komt naar onze Discord chat. Een link daarvan vind je ook onder deze video. En ben je nog geen lid van dit kanaal, maar je bent nog wel steeds aan het kijken, is het waarschijnlijk dus een interessante video voor jou. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's over de onderwerpen persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer video's over wilt zien, abonneer je dan hier op het knopje, dan mis je nooit meer een video en dan zie ik jou graag in de volgende video weer terug.